Wie door Nederland reist en om zich heen kijkt, zal nauwelijks beseffen dat het beeld van ons land al 200 jaar wordt bepaald door één ambtenaar, de Rijksbouwmeester. De eerste Rijksbouwmeester begon 200 jaar geleden met een aanbouw van Paleis Soestdijk. Inmiddels is de Rijksbouwmeester de belangrijkste adviseur van de regering. Gevraagd en ongevraagd mag hij zich met alle bouwprojecten bemoeien. De serie Rijksbouwmeesters gaat over de lange geschiedenis en de bijzondere taak van deze mannen. Vandaag Jo Koenen. Het is een functie waarbij dus zeer in stilte, anoniem, haast geheimzinnig iemand benaderd wordt, waarvan men de indruk heeft dat hij, zij, die functie zou kunnen invullen op een adequate wijze. En indien je dus die telefoon aanneemt, weet je ook niet wat je overkomt, omdat midden in je werk, ook nu weer, midden in je dagelijkse praktijk zittend, je gevraagd wordt om die praktijk maar even een hele periode, 5 jaar, 4 jaar, te verlaten. Want dat houdt het eigenlijk in. Mag ik dan met iemand daarover overleggen? Ja, eigenlijk niet. De tentoonstelling 200 jaar Rijksbouwmeester laat zien dat de eerste Rijksbouwmeesters nog in een vrij overzichtelijke wereld konden werken. Maar in een steeds complexer wordende samenleving is een eigenzinnige bouwmeester nodig, die het leuk vindt en de moed heeft om zich overal mee te bemoeien. Je kunt je niet voorstellen waar ik overal in zat, te vroeten. Ik noem maar iets. Ik wilde per se weten wat er langs de autowegen gebeurde, heb ik al gezegd. Maar ook hoe die geluidsschermen eruit zien. Dan kom je opeens tot de onthutsende onthullingen van de medewerker van Rijkswaterstaat, die een kaart laat zien waarbij de autowegen aangegeven zijn en met rood waar de geluidsschermen al zijn dit jaar. Dan zie je 1/3 van het land is rood. En in 2010 is 2/3 van het land rood. Wil je nog in zo'n land wonen, denk ik dan? Waar je, indien je over de autowegen alleen nog maar van die sluizen ziet en je ziet van het landschap niets. Wie regisseert dit? Wie heeft dit in de hand? Etcetera. Om die reden heb ik gezegd, die Rijksbouwmeester heeft veel te veel problemen kunnen zien. Dus ik wil heel graag adviseurs. Er is dus nu een college van Rijksadviseurs en indien er een kwestie, want er zijn voortdurend kwesties. Een kwestie is in Zierikzee, Amersfoort of Apeldoorn. Ook al is het geen rijksgebouw, zou mijn pleidooi zijn, moet het stadsbestuur of wie ook daar de kwestie op dat moment moeilijk vindt, de mening van de rijksadviseurs mogen vragen om daarin een oordeel te hebben. Het programma van wat er in dat gebouw moest gebeuren, van welke ruimte waar, et cetera, ontbrak mijn zinziens. Waar is de plek voor al die bussen en al die mensen die daar chockend met colaflesjes, et cetera, naar binnen willen? Waar is dat? Dus er was ook geen, laat ik maar even een kleinigheid noemen, stedenbouwkundig onderzoek bij voorbaat gebeurd. Dat gebeurt bij andere gebouwen wel. Er worden streepjes en stippeltjes getrokken. Er worden lijnen getrokken voor voetgangers, voor fietsers, een auto waar je kunt parkeren. En bij dit museum, bij deze opgave, zag ik dat allemaal niet. De poort en de doorgang is op dit moment de doorgang zoals die ooit bedoeld was. Want je verwacht hier een mooi pad. Of in ieder geval een wandelaar die doorloopt, want hij komt toch zo aan. Dat is allemaal hier in het verleden ontkend. En het recente verleden ontkent ongelooflijk veel van de oude geschiedenis. Het valt ook hier weer op. Een steeds terugkerende taak van de Rijksbouwmeester is het voordragen van architecten. Bij het Rijksmuseum was het al gebeurd op het moment dat Jo Koenen aantrad. Ik heb een aantal namen aan de lijst toegevoegd. Dus het moest een faire strijd worden. Met fair vind ik ook leuk, hè? Het is ook een match. Ja. Ieder moet laten zien wat hij kan. De maquettes die we binnengedragen kregen. En enorme panelen, je wil het niet weten, waren
Daarmee had je dit veld voor 1/4 kunnen vullen, dit stuk. Zo groot was de inspanning. Dus het was zeer serieus en het werd ook zo opgevat zoals ik bedoelde. Namelijk, het is van hoog nationaal belang en daarom ook internationaal van betekenis. Dus de betekende, indien je de keuze doet, impliciet door een ontwerp te kiezen, niet zomaar even vanuit de buik, zo van ik vind het leuk, ik vind van alles leuk, maar indien je dit dus gegrond doet op basis van feiten bij elkaar schakelen en dan maak je door je keuze impliciet het ontwerp voor de toekomst. Als dat kan, als dit het gebouw is, zo. En dit is de stedenbouwkundige parallelogram. We staan nu hier in het groen. En je ziet dat daar een gebouwdeel toegevoegd wordt, zo. Ten opzichte van deze, zo. En de rest is blijft in symmetrie. Dan zie je dus dat het equilibrium, de balans, is meteen zoek. Logisch. Indien je dan vervolgens weer iets moet toevoegen, dan gaat het en om die doorgaande lijn. Waar kan dat het mooist landen? Ten slotte zegt één architect, precies hier. Niet hier, niet hier, niet hier. Niet überhaupt daar, maar precies hier. En hij legt dat met zoveel nadruk uit, dat we alle onder de indruk zijn, want hij maakt daarna een plan wat het bestaande en het nieuwe tot een nieuw verband maakt, functioneel ook. Dit noem ik een deel van wat ik noem versmelting. In het algemeen bestaat er een ontwerpopvatting over oud en nieuw. Je laat het nieuwe zien naast het oude. En het nieuwe moet dan een voeg hebben ten opzichte van het oude en dat raakt elkaar niet. En dan zeggen we applaus, het is goed gelukt, we zien het nieuwe en we zien het oude. Wat veel moeilijker is, is om het nieuwe over het oude heen te schuiven en het misschien zelfs onzichtbaar te maken wat nieuw en oud is. Het is een kunst, dat noem ik versmelten. En misschien dat na 50, 60 jaar mensen niet eens meer zien wat oud en nieuw is. Zo zijn hele steden tot stand gekomen namelijk in ons oude Europa. En dit wilde ik eigenlijk weer in de belangstelling brengen voor Nederland, waarbij de scheiding tussen de dingen, zoals gezegd, te groot is en de versmelting te weinig. Indien je een dergelijke print ziet en je samen zegt, dit is het, dan kun je daarvan ook nooit meer terug. Want dat is een momentum. Dat is ook een nationale gebeurtenis, een dergelijke jury. Dat je daar niet van kunt zeggen, daar gaan we nog een keer over polderen. Want we zijn toch in Polder Nederland. Dus ik heb alle mogelijke inspanningen gedaan opdat het idee zoals gekozen toch maar doorgevoerd zou kunnen worden. En alle aanvallen die er waren proberen weg te duwen. En telkens weer als het nodig is moet je dan naar de vergadering en zelf het gewicht in de schaal leggen. En zelf tegen Mehdi van der Laan zeggen, Mehdi, dit is het nu wel. En daar hoeven wij niet meer over te twijfelen. Luister naar de Rijksbouwmeester, AUB. Volgende week in deze serie een thema-uitzending, de gevangenis. De tentoonstelling 200 jaar Rijksbouwmeester in het Nederlandse Architectuurinstituut in Rotterdam is nog te zien tot en met oktober van dit jaar.